We zijn hier vandaag op de derde wereldbeker in Rotterdam. Het is een serie van drie wedstrijden. Dit is de laatste en de ontknoping daarvan. Ik doe mee met de Nederlandse mannen 8. We hebben straks onze herkansing. Gisteren hebben we een sterke voorwedstrijd gevaren in time trial format. Alles lag heel dicht bij elkaar, dus we zijn op 1,3 seconden achter de winnaar binnengekomen. Zometeen begint mijn voorbereiding, dus ik heb nu nog een paar minuten. Dan gaan we alvast warm draaien voor de wedstrijd. Om zo alvast fris en soepel de boot in te stappen. En dan kunnen we eraan beginnen. Dit is een van de grootste roeiwedstrijden ter wereld. En dat dit in Rotterdam georganiseerd kan worden, dat is echt fantastisch. Het is goed roeien, iedereen kan komen kijken. En ik kijk heel erg uit naar de finales vanmiddag en morgen. Dus, Ik ben op mijn 35e pas begonnen met roeien. Omdat ik toen wat gewicht kwijt moest raken. Dat is niet helemaal gelukt, maar vet werd spier. Ik vond het zo leuk, dus ik ben de instructeur geworden en ik ben nu op latere leeftijd kamprechter geworden. En dat doe ik omdat ik het roeien leuk vind en wat wil terugbrengen voor het roeien. En dat bevalt me uitstekend. Ik ben nu met pensioen, dus ik heb er ook tijd voor. En inmiddels zijn al mijn kinderen ook aan het roeien geweest, of ze roeien nog steeds. En mijn vrouw is een roeileerling van me geweest. Dus het is nu helemaal in de genen ingebakken. De roeiwereld is echt een wereld waar mensen bevangen worden voor een sport. Waar ze eigenlijk pas instappen op het moment dat ze bijvoorbeeld gaan studeren. Waar je door heel hard te trainen al vrij snel heel goed in kan worden. En ik denk dat dat juist het leuke is. Ja, een hele bijzondere dag, want mijn zus heeft vanochtend geroeid. Dus Ellen Hogewerf, die zit in de dames 4. En ze hebben gewonnen, dus morgen naar de finale. Ja, hoe was het gaan? Niet naar wens eigenlijk. We hadden er meer van verwacht. We zijn nu vierde geworden. Net door naar de finale. Ik geloof dat het 800ste scheelt of zo. Dus dat is niet wat we komen doen. Morgen is de finale. Dan willen we meedoen om de medailles.